Yo gasten, een hier. Leuk jullie kijken naar een nieuwe video. In deze video gaan we Gus naar rang 35 pushen met Hyra. Hyra is dus een Sandy naar 1300 aan het pushen. Um, ja, we staan als het goed is met Gus eerste van Nederland. Dus dat is heel zo. Nice. Oh, daar is die. Um, ja, by far eerste van Nederland. Niemand heeft zelfs geprobeerd naar rang 30 of rang 35 te pushen. Dus dat is mooi. Het is een hele goede brawler. Um, en ik heb tot nu toe alles gewonnen sinds iets van 1160 of zo. Dus het gaat heel lekker. Hopelijk kunnen we in deze video gewoon alles winnen. Uh, zodat het sneller klaar is. Want de matchmaking is echt een stuk langer dan normaal. Het is echt 6-7 minuten. Dat komt omdat Haida echt heel, uh, heel hoog zeg maar, zit. Normaal zat ongeveer 3 tot 5 minuten op dit niveau. Maar het is echt wel, eens, echt wel een stuk langer dan, uh, dan normaal. Wat wel een beetje irritant is. Dus hopelijk wordt uh, het niet te lang om deze 5 games te winnen. Dus ja, mensen, ik zie jullie bij het eerste potje. Oké, okay, aangekomen bij het eerste bootje tegen een bus. Een Rico en een Surge. Uh, dit is best wel een gewone combo op deze map. We komen heel vaak tegen een bus. Ik weet niet precies waarom. Uh, maar het is wel redelijk irritant. Want Sandy en Gust zijn niet al te goed tegen bus. Als bus één uh, van ons supert, dan heeft hij ons gewoon dood. Maar ja, zonder super is bus heel erg slecht. Ik zal die bal wel naar voren schieten. En Hyra kan misschien scoren met zijn gadget. Ja, mooi. Hij hoeft de gadget niet eens te gebruiken. Want die Rico was naar het doel gelopen. Maar in principe was hij alleen maar naar doel gelopen omdat Hyra zijn gadget had. En hij wou ze de gadget van Hyra natuurlijk ontwijken door in het goal te staan. Maar ja, dus eigenlijk had hij gewoon sowieso geen kans. Oké, okay. Surge had kunnen scoren als mijn gadget, zeg maar. Uh, als hij had doorhad dat ik een gadget zou gebruiken. Um, maar ja, dat had hij niet. Want hij had, uh, ja, hij, hij weet niet dat ik die gadget, zeg maar, had. Maar ik moest hem alsnog heel snel gebruiken. Anders heeft hij niet zoveel nut. Uh, maar Hyra scoort weer met zijn gadget wat mooi is. Um, dus ja, mensen, ik zie jullie weer bij het eerste potje. Of het volgende potje, sorry. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje. Tegen een beurs, een search alweer. En een Otis. Um, Oké, okay, prima. Ik heet die guy gelijk. Je moet met de uh, beurs 4 hits doen. En dan kan je je gadget inzetten. En die gadget doet dan 1800 damage. Oké, okay, hij daar gaat scoren. Lekker. Dat moet je dus nooit doen tegen een Sandy. Die search liep random om. Maar die search moest full attack gaan op de Sandy. Anders kon de Sandy gewoon easy doorlopen. Ik zal hij daar even het shield geven. Dan kan hij misschien uh, sneller doorlopen. Oké, okay, ja. <laughs> wat doen deze mensen, jongen? Die bus die gaat random op mij, terwijl Hyra gewoon door kan lopen. Uh, en dan winnen we binnen 20 seconden. Nou, dat was een heel easy potje. Uh, dus ja, mensen, ik zie jullie weer bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het volgende potje tegen een Surge Mortis Mortis. Hyra is op de stuur gegaan, dus ik hoop dat het even goed gaat als met de Sandy. Ik denk uh, van wel, want Stu is ook een hele goede knokker. Stu is wel wat beter dan Sandy. Maar ja, Sandy zorgt er wel voor echt easy goals. Um, dus ik ben benieuwd. Oké, okay, als ik naar Haida pas, kan hij misschien scoren? Uh, of ik kan zelf scoren? Nee, dit was een beetje een faal. Maar kijk, die gadget in actie. 1800 damage. Uh, oh, die bal helemaal weg. Ik had daar kunnen scoren. Ik heb het een beetje verpest. Ik of Haida had kunnen scoren. Maar kan gebeuren. Ik denk niet dat een dubbelmords een heel groot probleem moet zijn. Oké, okay, Tangers. Oké, okay, hij scoort ook niet. Ja. Oh. Oké. Okay. Weer een beetje... Ik weet niet. Ik denk echt dat ik had kunnen scoren. Maar... Weet je, als een Mortis uh, je aanvalt en een Surgey jumpt, is het een beetje stressen. En gewoon outrame spam eigenlijk. En hopen dat je ze op tijd kilt. Um, Oké, okay. die Mortis, ja, ik weet niet wat die doet. Um, Oké, okay. als ik nu Pasel dan hebben we sowieso een goal. Ja, mooi. Um, best wel easy goal. Het is best wel een best wel slechte game van ons. Het is tegen dubbelmorts altijd een beetje uh, messy. Oh fuck, nu kunnen ze misschien scoren. Ik weet het niet zeker. Ik heb wel een super, dus ik kan of mijn gadget over één hit. Dus ik kan iemand hitten, gadget doen. En dan, ja, dat zal nice zijn. Dan als ik het op die morts die de bal heeft doe, dan is hij de bal ineens kwijt. Oké, het was niet nodig. Heb ik eigenlijk een gadget verspild. En nu heb ik er geen één meer. Maar ja, het zal wel. We staan nog voor. Search is dood. Ik denk dat we nu kunnen scoren. Ik weet het niet zeker. Nee, wat gebeurt hier? Paas naar mij? Oké, okay, als hij naar mij paasde, kon ik hem er denk ik inlopen. Ik denk dat die surge namelijk niet genoeg ammo had. Uh, maar dat weet ik niet zeker. Dat, het had close geweest. Uh, maar het was sowieso beter dan wat er net gebeurde. Ik weet niet eens meer wat er echt precies gebeurde. Ik weet gewoon, ik had die bal kunnen krijgen. Oké, okay. trickshotje? Nee. Uh, die mortal cycle super ook wel goed. Hij moet nog één hit voor zijn super. Uh, dus het is een beetje oppassen, mensen. Nog 30 seconden, weet je. Het komt sowieso wel goed. Wat doet die search? Die search gaat EFK. Oh, toch niet. Ik dacht heel even dat die search daar ging stilstaan zodat we konden scoren. Nee, ik kan hier. Oh, oh. Ja, ik speel echt fucking slecht. Dat is sowieso een goal van hun. Uh, ik had die bal gewoon moeten wegsuperen. Dan hadden we nog 15 seconden gehad om te overleven. Maar ja, ja my bad. Ik speel echt slecht deze game, Maar het kan gebeuren. Want het is wel een slechte matchup voor mij. Uh, maar goed. Oké, okay, nog één hit. Nou, dan, maar ik wou zeggen voor mijn gadget, maar dat maakt echt geen reet uit, want ik heb hem toch niet meer. Oké, okay, nice hits van mij. Die guy is dood. Ja, als je gaat jumpen, dan kill ik je gewoon. Oké, okay, Pasen naar Hyrule. Dit is sowieso wel een goal. Oh, wat de fuck gebeurt hier? What the fuck je? Oké, okay, dit is echt een beetje slecht van ons. Oké, okay, Pasen, bro. Oké, okay, hij scoort hem zelf. Oké, okay, dat kan ook. Mensen, als jullie dit tot nu toe een leuke video vinden, moeten jullie trouwens zeker even liken. Dat zou ik wel heel erg waarderen. Ik had echt slecht nieuws van YouTube omdat ik zeg maar niet zo vaak upload of zo, is mijn AdSense uh, account is gedeactiveerd. Waardoor ik dus nu geen geld kan verdienen met YouTube. Fucking irritant. Maar ja, ik vind het wel leuk om alsnog video's te maken van rang 35 of zo, want ik deed dat altijd. En uh, ja, dus dat is prima. Maar dus uh, als jullie het leuk vinden, moeten jullie natuurlijk wel even supporten. Want uh, YouTube support het niet meer. En als jullie nu een ad kijken. Hierop gaat het geld volgens mij alleen maar naar YouTube en niet meer naar mij. Wat wel irritant is. Want dan kan ik er net zo goed geen ads op zetten. Maar misschien doe ik het alsnog wel. Want even kijken. Misschien als ik genoeg geld verdien met deze video, dat ik weer een nieuw account kan maken. Of zo. Geen idee. Maar volgens mij moet je minimaal 70 euro verdienen. Voordat ze je je eerste keer weer betalen. Dus als ik een nieuw account moet maken, moet ik, daar, moet ik echt elke dag denk ik, gaan uploaden als ik dat wil gaan krijgen. Dus uh, ik kijk even hoe het gaat. En als het. Uh, als ik geen geld meer kan verdienen, dan zal ik gewoon advertenties uitzetten. Want ja, fuck dat. Geen gratis geld aan YouTube geven, natuurlijk. Als ik zelf niks krijg. Um, dus mensen, als jullie nu een ad hebben gezien, bedankt. Als jullie nu geen ad hebben gekregen, dan heb ik het uitgezet. Nice. Oké, okay, ik zie jullie bij het volgende potje. Oké, okay, aangekomen bij het ene en laatste potje. Hopelijk tegen een Squeak, een Daryl en een Rico. Oké, okay, dit is een chille matchup voor ons team. Want Search en Stu zijn heel goed tegen Rico, Squeak en Daryl. Um, voor deze knokker is het iets minder, vooral die squeak is heel irritant. Er ligt random dat slow ding in mijn lane. Maar ik zal even doorlopen kijken. Um, ja, die search, kan ja <laughs> die search kan scoren. Ik heb helemaal niks gedaan. Ik heb één hit gedaan in het potje en voor de rest heb ik de bal naar hem gepaast. Als we zo winnen, is het natuurlijk heerlijk. Um, ik zou jullie trouwens aanraden. Ik heb mijn Gus tot 1100 gepusht op de map van uh, dinsdag. En ja, deze map is wel een stuk slechter. Maar op de map van dinsdag ging het echt heel goed. Ik heb toen eerst Bee, Gus en uh, Cold gebruikt. Maar de Cold was ICAO's. Dus ja, niet de uh, average uh, apen Cold. Die, uh, die kan natuurlijk niet carryen. Maar toen had ik later gespeeld met Search, Bee en uh, Gus. Dat was goed. Um, dus ja, op de map van dinsdag. Jullie moeten even kijken welke dat is. Het was zo'n strandmap met dezelfde kleur als dit. En had ik later met Otis. Griff en um, Gus gepusht tot 1100. Dus dat was prima. Um, en op deze map dan gewoon even met welke knokkers haira was. Dus dat maakt niet heel veel uit. Um, mensen moeten nog één potje, hopelijk vinden we hem snel. Dus ik zie jullie dan weer bij het volgende potje. Oké, okay, mensen aangekomen bij het hopelijk laatste potje tegen een B, een Surge en een Griff. Oké, okay, dit is wel een chillere matchup voor mij dan tegen normale knokkers, zoals een Buzz die hier weer veel worden gespeeld. Want het is een uh, lekker open map. Die Griff heeft, heeft, Griff heeft de map al geopend. Dus ja, dan kan ik uh, lekker met mijn range heerlijk hun hit. Oké, okay, nog één hit. Nice. En dan kill ik die B met mijn gadget erbij. Dat is echt mooi dat je eigenlijk... Oké, okay, mooi. Ik survive ook door mijn super. Maar je doet eigenlijk met één op de vier hits. Dus als je je gadget hebt, doe je 3200 damage. Want je hit en dan doe je gelijk je gadget. Dus dan, ja, dan doe je 3200 damage eigenlijk met één shot. Um, dus dat is mooi. Oké. Okay eerste goal gemaakt na 30 seconden. Um, ik heb trouwens ook een TikTok gemaakt, nou niet gemaakt, ik upload weer op TikTok. Um, ja, dat is gewoon leuk. Ik denk dat er kan je easy viral gaan en easy geld verdienen mee. Um, dus volg me zeker als je dat wil. Mijn TikTok is 1 brawl stars. Oké, okay, um, nee, hier kunnen we helaas niet scoren. Misschien kan Hayra scoren. Mm, misschien, nee, denk het niet. Nee, helaas. Oké, okay, maakt niet uit. We hebben nog uh, tijd zat. We kunnen in principe. Oké, okay, we kunnen ook doodgaan. Maar we kunnen in principe gewoon chillen anderhalf minuut lang. En dan winnen we dit potje. Um, Hij met de OB-pin. Oké, okay, we hebben de SK-pin. Um, maar ik misklikt op de boze GUS-pin. Nou, ah, maakt niet uit. Oké, okay, search one shot. Misschien kan ik hier doorlopen en scoren. Ja, oké, okay, nice. We hebben gewonnen. GG's, rang 35 bus. Best wel easy. Of uh, GUS, sorry, niet bus. Best wel easy deze push. Uh, wel een aantal is verloren vandaag, alsnog. Maar vanaf 1160 of 1150 of zo, helemaal niks verloren. Ik kan het wel even laten zien. Kijk, alles gewoon gewonnen. Heerlijk. Ik was ook met andere mensen dan met Haira hiervoor. Dat was met een gil en een stu. En we hebben alles gewoon gewonnen. Mensen, bedankt voor het kijken. Vergeet zeker niet te liken en te abonneren. En dan zie ik jullie later.